Dan gingen we gewoon met de auto en dan gingen we naar Saramaka toe. Naar dat is een district in Suriname waar mijn vader dan opgegroeid was. Dan lieten de buren zien die daar nog steeds in de straat woonden. En ja, dan stelde die me voor en die jongens waarmee die vroeger gespeeld had en dat soort dingen. Het waren wel voor mij leuke momenten. Want ik ben dan hier geboren, maar je merkt als kind dat je toch anders bent dan de rest van de kinderen in de klas waarmee ik zat. Om het zo te zeggen. Maar dus dan heb je toch een stukje thuiskomen ook. Dit is waar mijn roots liggen. Gaetano Rijkaard, ik ben 36 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Oudwijk. Dat is een echte arbeidersbuurtje hier in Utrecht-Oost. In mijn jeugd en mijn opgroeien was mijn vader er altijd wel gewoon voor mij. Hij deed wel nachtwerken. Dus als ik dan van school afkwam, als ik naar school toe ging, kwam mijn vader meestal net thuis van zijn werk. Ging die 's ochtends nog wat eten en journaal kijken. En dan, als ik de deur uit ging, dan ging hij meestal slapen. Als ik dan van school kwam, dan werd hij een keertje wakker ongeveer. Mijn vader houdt heel erg van koken. Daar steek ik heel erg goed in. Vindt hij leuk om te doen ook. Dus mijn vader stond vaak in de keuken als ik thuis kwam van school. En als ik hem nodig had, was hij daar. Als ik ergens over wou praten, was hij daar. Dus dat was wel fijn inderdaad, ja. Het is toch wel een stukje een wonder. Een wonder des levens. Maakt je toch vrolijk, ook als papa. Ook al ben jij niet zwanger, je bent toch een soort van samen zwanger. Toch wel. Dus dat, nee. Ja, ik was in de zevende hemel, om maar zo te zeggen. Ik keek de wereld door een roze bril. En ik vond alles mooi en lekker babydingetjes uitzoeken met z'n tweetjes en de babykamer klaarmaken. Dus dat was hartstikke leuk. Staan ook. Ik was toen pas trailerchauffeur, nog niet zo heel lang. Om 3 uur moest ik weer opstaan om 4 uur te beginnen. En dan als ik thuis kwam nog een beetje het huishouden helpen. Als er dingen naar de zolder getild moesten worden, dat soort dingen, of boodschappen gedaan moesten worden, dat soort dingen deed ik dan. Gewoon een stukje normen en waarden of zo. Om toch een beetje van de lasten te ontnemen, zeg maar. Je zit daar eerst in spanning te wachten. Dan zie je dan eerst dat hoofdje zo kruinen en dan denk je van nu is het toch echt geen weg meer terug. Nu is het gewoon echt het moment van de waarheid daar. dat vond ik toch wel een mooi moment inderdaad om het zo door te knippen. Ja, niet echt het gevoel van ik ben een oermens of zo. Nee. Het is gewoon toch wel een onderdeel van het proces ook gewoon, denk ik. Een soort van afsluiting van de bevalling. In Surinaamse cultuur is het traditie om dan de moeder, de placenta, te begraven waar je woont. Dus als je een stukje tuin hebt, om het dan in de tuin te begraven, zodat de geest van het kind, de ziel van het kind, weet van dit is de plek waar ik thuis hoor. Dus dat hebben we ook bij Chaplin in de tuin hebben we dat ook gedaan, zeg maar. Ja, dan moet ik ook begraven. En dan ontvang je zo'n klein hummeltje op de wereld. En dan kijk of alles goed gaat de eerste dag. Of die 10 vingers en 10 tenen heeft. Of die gezond huilt. Of die eet. Of die gezond poept en dergelijke. En als alles dan goed blijkt te zijn en geen afwijkingen optreden, dan mag je hem aankleden en mee naar huis te nemen. Eerst ga je de deur uit zonder je kind en dan kom je thuis en dan heb je opeens een kind. Dat is ook best wel een vreemd moment is dat. En dan heb je nog zo'n thuishulp die dan 2 weken lang om je heen loopt te duiten en alles in en om huis doet. Wat voor mij ook heel onwennig was, want ik was toen gewend om alles in en om huis te doen. En mag je opeens niks meer. Ik bleef toch gewoon de dingetjes doen, zoals stofzuiger en zo. En dan kwam die vrouw en nam ze de stofzuiger uit mijn handen en zei ze, nee, ga lekker zitten, neem een kop thee, neem de baby. Dus voor mij, was voor mij gewoon vreemd. En op dat moment dat de kind geboren is, lijkt het zo alsof het ook meer om moeder draait. Want de verloskundige die is helemaal op moeder gefocust. En de bezoek is eigenlijk ook alleen maar, niet alleen maar op moeder gefocust, maar wel grotendeels moeder en de baby. En vader is leuk voor de kopjes thee uit te delen en dat soort dingen. En de tafel af te ruimen en zo. Maar, dus je bent eigenlijk een soort van aanhangsel en een soort van thuishulp. Thuishulp en papa tegelijk. Ik heb ook heel veel neefjes en nichtjes. Dus toen Genoa geboren werd, het ging bij mij eigenlijk allemaal een soort van automatisch. En ik hoefde eigenlijk niks op te zoeken op Google of dat soort dingen. Het is gewoon, als hij gepoept had of geplast had, dan voelde ik het aan. Dan hoorde ik het aan zijn heldje van, natte luier. En dan ging ik gewoon zo'n luier verwisselen. Gaf ik hem een flesje, even op de pols deppen om te kijken of het niet te warm is of niet te koud is. Heel veel mensen moeten dat soort dingen dan opzoeken, maar bij mij, ik hoef er niet echt over na te denken.
Ik was er gewoon voor hem. Wanneer die helden, dan was ik daar om hem op te pakken als ik niet hoefde te werken. Om hem flesjes te geven, in bed te stoppen of uit bed te halen. Om samen met hem te spelen. Leren op zijn buik liggen en zijn hoofdje optillen en dat soort dingen. Gewoon een kleine dingetjes, overal was ik er gewoon voor hem. Dus dat is wel heel fijn om binding op te bouwen. Ja. Dat je zo'n klein hummeltje toch ziet evolueren en ziet groeien in zijn proces. Dat vind ik wel heel mooi om te zien, ja. Door die euforie ben je toch een soort van niet helemaal jezelf of zo. Of niet helemaal even scherp als dat ik normaal zou zijn. Want er waren al wel tekenen, ook in de zwangerschap. In het begin was er niks aan de hand. De eerste 3 maanden was het gewoon allemaal koek en ei tussen Jacqueline en mij. Jacqueline heet mijn ex. En op een gegeven moment, met 4 maanden of zo, toen begon ze als tekens te vallen van ja, nou, ik wil wel dat je mag wel je kind erkennen, maar ik ga niet tekenen voor ouderlijk gezag. Het zal wel, ik kan mijn kind erkennen, hij heeft mijn achternaam, dus ik was er helemaal niet mee bezig. Hoi. Dit was op 20 april 2018. Het heeft bijna een jaar geduurd voor ik jou weer kon zien. Je wordt elke keer geconfronteerd als je naar buiten gaat. Zie je overal opeens mensen met kinderwagens lopen en dat soort dingen. Pasgeboren kindjes. Toevallig allemaal net zijn leeftijd. Dus het is super confronterend. Het is heel erg pijnlijk ook. Jaja, papa heeft jou geschreven. De reden is, ik moet je laten weten dat ik van je hou, niet zal vergeten. Ik zie je groter worden, maar ik ben afwezig en het breekt me. Ik sterf elke keer nog een beetje meer af van binnen, om maar zo te zeggen. Gewoon heel verdrietig, vooral voor mijn zoontje. Dat het zo moet zijn, dat het zo moet gaan. Met zoveel geruzie en zoveel getouwtrek. Terwijl hij gewoon een leuke dag met papa wil hebben en ook een leuke dag met mama wil hebben. Het liefst met ons 2 tegelijk. En dat zou ook moeten kunnen, ook al zijn we niet samen. Telkens als ik aan je denk, voelt het voor mij als teken. Ik wil er voor je zijn en alles aan je leren. Wat ik wou dat ik zou weten toen mijn vader aan mij leerde. Maar ik koppig was en ik zelf moest uitproberen. Ondanks alle waarschuwingen recalcitrant, hij domineerde. Voor hem is het ook verwarrend. Als daar dan komt, dan vraagt hij een ding aan mij van ja papa, mag ik een keertje met jou mee naar jouw huis? Mag ik jouw huis zien papa? Dat soort dingen, dat breekt mij gewoon van binnen. En dat betekent dat hij er wel mee bezig is in zijn hoofd. Als hij mij vraagt van ja maar papa, als je weggaat, waar ga jij dan naartoe? Als ik weer weg ga, dan ga je weer werken, papa. Dat soort dingen, dat breekt mij gewoon. En hoe we voor je zorgen konden samen. Want dat is wat we beloofd hadden voor jij geboren was. Het voelde voor mij op dat ik verraad was. Het is gewoon een triest moment als ik daar weg ga en mijn zoontje daar alleen moet laten. En ik weet dat ik hem weer dagenlang niet gezien. Ik wil dat je dit weet, dat papa echt veel moeite deed. Ik heb gestreden en gezweten, zodat jij met mij kon zijn. En dat we samen konden spelen, maar... In de ideale situatie, dan heb ik toch gewoon lekker mijn eigen huis. En dat Genoa gewoon ook 3 dagen in de week minimaal bij mij is. Vakanties, dat we die gewoon eerlijk delen. Dat we gewoon een soort van co-ouderschap hebben, in ieder geval het samen doen inderdaad. Die ook gewoon een beetje contact heeft met mijn deel van de familie, in plaats van alleen met haar deel van de familie. Dat hij ook gewoon weet waar hij vandaan komt. En... Dat is een dubbelbloed. Ik hou niet van de term halfbloed. Alsof kinderen half zijn of zo, of minder zijn dan de rest van de kinderen. Nou, hij is een dubbelbloed. Hij heeft het beste van mij en het beste van zijn moeder. En hij komt toch uit 2 werelden. Ook al zou je het niet zeggen als je hem ziet, want dat is heel licht. Maar ja, hij heeft toch wel ook gewoon echt Surinaamse roots. En het is ook wel een deel van wie hij is. Dus ik vind het wel belangrijk dat hij daar ook gewoon... een heel groot deel van meekrijgt van wie hij is en waar hij vandaan komt. Dat hij zelf daar de beste dingen uit kan plukken wat hij fijn vindt. En daar gebruik van kan maken. Ja, naar Suriname toe gaan. Dat staat zeker op de planning om nog Genoa een keertje mee te nemen. Dus ze kunnen zien waar opa en oma vandaan komen. En waar ik vroeger altijd naartoe ging op vakantie. En hoe het daar dan is en wat het klimaat daar is en hoe de mensen daar leven. De natuur. Ik zou er mijn leven voor opgeven als het nodig was. Oh ja, ik hou van jou tot ik niet meer van jou kan houden. Ja, je bent mijn trots, niemand kan mij van jou weghouden. Ja, je moet weten, je kan altijd op me bouwen. Alles wat je mij vertelt, vertel je papa in vertrouwen. Ik zal altijd van je houden, zelfs als ik al dood ben. Dat is de motivatie dat je papa zo hard rent. Je bent het licht aan het eind van de tunnel. Als ik er niet van jou kan zijn, dan voelt papa zich een sukkel. Je bent de reden dat ik leef en waarom ik lach. Papa houdt van jou en dit gevoel wordt sterker elke dag. Oh ja, ik hou van jou tot ik niet meer van jou kan houden. Ja, je bent mijn trots, niemand kan mij van jou weerhouden. Oh ja, ik hou van jou tot ik niet meer van jou kan houden. Ja, je bent mijn trots, niemand kan mij van jou weerhouden.